investeren. Ja, we willen in ons centrumgebied van Helmond 10.000 woningen gaan toevoegen. Daarnaast ook natuurlijk voorzieningen en arbeidsplaatsen. En dat is een enorme uitdaging. En vandaar ook dat we zo ontzettend blij zijn dat we samen met de provincie een intentieovereenkomst hebben kunnen sluiten. Want samen met de provincie willen we hier nou onze schouders gaan zetten onder dit gebied. En dan hebben we het over dat stationsgebied. Want wat is daar precies de bedoeling van? Je kunt er wel een intentieverklaring over betekenen. Maar wat gaat er gebeuren? Ja, dat gaat echt een transformatie worden van het gebied. We willen, wat ik al aangaf, echt woningbouw gaan toevoegen. Er zijn heel wat locaties, ook braakliggende locaties rondom het station, die nieuwe invulling krijgen. En dus denk ook echt veel aan woningbouw. Maar ook wel start-ups, scale-ups, dus arbeidsplaatsen. En dat gaan we de komende jaren ontwikkelen met elkaar. Het hele gebied zal dus echt een van smoel veranderen, een andere inkleuring krijgen. En, maar ook op korte termijn willen we bijvoorbeeld vrijkomende locaties al in gaan vullen met arbeidsplaatsen. Dus zowel op korte als op lange termijn zul je het gebied zien veranderen. Wat is dan de rol van de provincie Noord-Brabant, meneer Rommers? Ja, ons beleid als provincie is om in de 5 grote steden van Brabant en in de 7 middelgrote steden langs die gemeentes te gaan staan in de forse transformatie van de verstedelijkingsopgave in de kernen van die gemeentes, van die plekken. Meestal zijn het locaties die dicht bij grote OV-knooppunten liggen. Nou, Helmond is zo'n plek. Wat we weten is dat we heel veel woningen nodig hebben. Dus op zo'n plek kun je veel woningen kwijt die voldoen aan de toekomstige normen. We zien met de vergrijzing dat voor oudere woningen zijn, maar er zijn ook voor jongeren zijn er woningen nodig. Dus een uitgelezen kans om zo'n transformatie ook te gebruiken voor die opgave. En verder zie je dat in zo'n stedelijke omgeving ook klimaatopgaven, de vergroening, hun plek krijgen, waardoor het echt weer een levendiger en mooiere plek wordt om te leven en te verblijven. Maar ja, dan moet je wel een zak geld meebrengen. Dat is de zoektocht. Hè. Wat we gemeente en provincie nu doen, is dat wij geld bij elkaar leggen om dit proces in gang te zetten. En wij zullen lopende dat traject kijken of dat er een rol voor de provincie is weggelegd om bijvoorbeeld met risicodragend geld een rol te willen spelen of te kunnen spelen. Maar dat zal uitwijzen hoe ver we komen. We doen dit overigens in meer gemeentes, zoals gezegd. En we zien echt dat dit ook leidt tot versnelling en versterking om dit soort trajecten te doorlopen. Want het zijn wel hele complexe trajecten. Over complex gesproken, wanneer gaan we beginnen? We zijn al begonnen eigenlijk, hè? Want we zijn nu een visie op het stationskwartier aan het maken, waarin je zult zien dat al die facetten die ik dus net noemde, hè, rondom wonen, rondom werken, juist terugkomen. We willen die begin volgend jaar klaar hebben, die visie op het stationskwartier. En dan zul je ook zien dat steeds meer locaties die nu bijvoorbeeld braakliggend zijn, denk aan het EHA-terrein, denk aan de locatie achter het belastingkantoor, dat die invulling krijgen. Dus we zijn al begonnen. Dus torens van 105 meter hoog. Nou, we zijn met de stad aan het kijken wat Helmonds verdicht is en wat Helmonds hoogte is. En er zullen zeker, volgens mij mag er best wel wat smoel worden gegeven aan onze Helmondse binnenstad en onze Helmonds stationskwartier. En dan gaan we samen met Helmond bekijken van, wat past daarbij. En nu samen eventjes een rondwandelingetje maken om te kijken, meneer Rommers, hoe dat eruit ziet en over het 10 jaar? We gaan even kijken en we weten gewoon aan de afgelopen maanden dat we hier al hard aan gewerkt hebben samen met de gemeente. Dat de gemeente hier ook gewoon zijn rug recht opzet en hier initiatief pakt om te zorgen dat deze plek ook weer nog betere leefbaarheid kent naar de toekomst toe. En beter past bij de opgaves die er zijn voor Helmond en voor Brabant. Een goede handtekening gezet dus. Ja, zeker. Een hele goede basis om de samenwerking verder vorm te geven.